CrossFit-art ergens binnenkomt, dan gaan wij niet gewone projecten naar binnen schuiven. Wij vinden het belangrijk dat het aansluit bij wat bij de mensen leeft. Dus we vragen ze naar hun interesses, hun mooiste momenten, maar ook naar hun dromen, dingen die ze nooit hebben kunnen doen en die ze altijd eigenlijk nog wel graag zouden willen realiseren. En dan gaan we samen met hun kijken, zeg maar, van wat we dan voor projecten kunnen gaan ontwikkelen. Voor dat lied te lijken me leuk als jullie iets dichter bij elkaar gaan staan. De stoel, je kunt er wat bieten staan. Ja, dat kunnen we. Dan vragen jullie, want jullie kunnen staan. Ja, wij ook. Jullie zijn aan het koortje, jullie gaan een beetje heen en weer. Anders dan? Ja, heel anders. Het was spannend dan, of je daar iets mee kon. Oh. Je denkt van, we gaan het gewoon doen. Ja, gewoon doen. Dat hebben we meteen gezegd, hè? Ja, dat doen we gewoon. Ja. Kom op. Ja. En wat vonden de andere dames? Hebben jullie een idee? Zo'n beetje doen als net. Als God zijn grote avond. Het houdt er zo, dat is goed. Oké, ik doe het nog één keer en wil niet proberen de pauzes goed uit te tellen. Ik ga lekker rammen op de piano. En je bent bestrijden, kom je samen. En ik ga niet. Eindelijk ging ze toch echt zingen. Er kwam toch een stem uit. En ik merkte telkens dat ik mijn toonsoort moest veranderen. Ik begon laag. En dan hoorde je iets. En de volgende repetitie. Nog iets hoger geprobeerd. En op een gegeven moment ging ze echt zingen. Ik merkte gewoon dat daar een schaamte overwonnen was. En dat ze merkte van. Nee, in die laag dit is helemaal niet lekker te zingen. We moeten hoog zingen. We moeten hard zingen. Jullie hadden een dikke schik met repeteren, zag ik steeds wel. Ja. Toen waren we zenuwachtig. Was dat zo? Nee. Niet? Nee. Maar tijdens de repetities, hoeveel repetities hebben we gehad? Vijf maar. Ja. Ja. En jullie zaten altijd steeds een beetje naast elkaar. En ja, dat kwam met de stemmen, hè? Ja. Dat kwam met de stemmen. Dan moesten we dus bij elkaar gewoon zitten. Want Hanny, die was dus de zwaarste stem en dan... En daar kwamen wielen dus, jullie hebben van die schetterstemmen. Hè? Jullie waren van de hoge stemmen. Dat is zo. Ja, maar je hebt schetterstemmen. De sopraantjes. Ja. Sopraantjes uit het koel. Als die piepen, dan zou het kunnen liggen aan de branden van de cd. En die vrouw van Wijnje doet het ook weer. Dat cd'tje moet je even langs komen. Maar waar zijn ze pen van jou in? Ja hoor, dat mag ook. Die kan het vrij uit het hoofd. Teksten weg. We gaan teksten wegleggen. Ik probeer het uit het hoofd. Ik kan het niet. Zonder mij? 1, 2, 1, 2. Ik kan maar niet.
Wil je meezingen? Ik blijf gewoon meezingen. Ja, niet maar meezingen, maar niet meer wat bestand. Nou ja, goed, ik kan weten, maar boeken hoeft niet, maar als je een bril heeft, neem maar even mee. Kijk maar of het werkt. Als je nou niet kan lezen met de bril, dan moet je het niet doen. Maar iets stoers, hè. Ik merkte gewoon letterlijk dat mensen blijer werden. Blijer en opener en tevredener. Ja. Want je merkte in het begin toch letterlijk dit gevoel. En op het laatste was het toch dit gevoel. Want wij zijn blij dat je het met ons gedaan hebt. Ja. Wij denken toch wel dus dat je dan pijntjes en kwaaltjes een beetje naar de achtergrond duwt. Als je aan het zingen bent of iets anders. Je hebt ergens naartoe, je leeft er naartoe. Ja. Ja, je bent, ja. Volgende week, oh, dan moet we weer zingen. Ja, dat is waar. Dat ging ik ook gelijk aan.